Wesley Kreder, vorig jaar won jij deze etappe. Gaat dat dit jaar weer lukken? Oh, dat zal heel moeilijk zijn. Er zitten genoeg sprinters hier zo. Dat was vorig jaar ook zo. Maar ik heb gisteren een lange dag gehad in de Ardennen. Of ja, in aanval. En ik zal toch kijken hoe de benen eerst zijn. En dan zullen we of voor de ontsnapping nog gaan. En anders kunnen we altijd voor een sprinter Kenny de Haas rekenen. Maar jij was vorig jaar wel bewijs dat een groepje hier ook kan overleven in een etappe waarvan eigenlijk iedereen denkt dat het een sprintetappe wordt. Die ontsnapping, is die vandaag weer even kansrijk? Ik denk veel minder, omdat vorig jaar was het ook wel iets minder weer. Veel regen ook. En nu is stralende zon, dus ja, normaal gaan de sprintersploeg gewoon controleren en dan wordt het gewoon een sprintersduel. Maar heel misschien ga je toch nog een poging wagen? Ik ga zeker een poging wagen, zeker. Is goed.